2020 was een roerig jaar. De coronapandemie raakte ons allemaal hard, evenals de ingrijpende maatregelen die daarbij hoorden. Gelukkig konden wij als Vodafone een belangrijke rol spelen in de verbinding tussen mensen. Wij hielpen onze klanten aan sterke en stabiele connecties, zodat zij meer dan ooit konden appen, gamen, streamen en thuiswerken. De activiteit op ons giganet liep op tot recordhoogtes. Dankzij de inspanningen van onze medewerkers en eerdere investeringen konden we die extra drukte prima aan. De komende jaren blijven we uiteraard flink investeren in onze vaste en mobiele netwerken, zodat wij blijven aansluiten op de wensen van onze klant. De kracht van ons digitale netwerk reikt verder dan technologie alleen. Het gaat ook, en wat mij betreft vooral, over hoe technologie mensen, bedrijven en de samenleving kan verbinden en vooruit kan helpen. Voortbouwend op de basis die we afgelopen jaren hebben gelegd, dragen wij ook het komend jaar ons steentje bij aan de brede welvaart, met aandacht voor duurzaamheid en digitale inclusie. Ik nodig je dan ook graag uit om ons Impact Report over 2020 te lezen. Daarin zie je hoe Vodafone in dit toch al heftige jaar zijn toegevoegde waarde leverde voor klanten, stakeholders, medewerkers en de samenleving.